Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors. Correa liet de bal gaan lopen, maar die kwam bij Kimmich terecht. En dan het schot van Sané. Met links ook, maar nipt voorlangs. De eerste keer Bayern met echte dreiging. Ja, knap opzoeken. Ja, is dat een penalty? Ja, op Goretzka. Het is Muriqi die daar te veel aan het shirtje. Ja, hij heeft hem echt wel vast. Op 2 meter van de scheidsrechter. Heel dom van Muriqi. Lewandowski is klaar tegenover Reina. Daar komt hij. Even wachten en dan de hoek in. En het is 1-0 voor Bayern. 5-1 in totaal. Mocht u er toch nog aan twijfelen of Bayern naar de kwartfinale zou gaan, wel. Ik denk dat de laatste percentjes twijfel weg zijn. Gnabry. Mooie kaats van Alaba. En dan de trap tegen de paal. Lewandowski. Bijna zijn tweede van de avond. Maar uiteindelijk de paal in de weg. Ja, Gnabry is sinds lang nog eens aan de bal. Via Alaba die zich goed betrekt. Nee, het is een goed schot van Lewandowski die zich goed liet uitzakken. Goed schot. Daar is Correa voor de gelijkmaker. Nee, niet voorbij Nübel. Ja, nog buitenspel. Mist het wel, mist de kans. Grote kans, maar toch voor niks geweest. Hier gaan we het zien. Oh, lijkt me toch. Same, maar mist de kans toch. Dus, Ik ga het toch opschrijven als mogelijkheid. Ja. Dan zijn ze een lijn trekken, zoals bij onze VAR. Die mij overtuigt. Hier is Choupo-Moting en het is 2-0. Ja, eerste bal deze, tweede bal dat hij raakt. Een onmiddellijke prijs voor Choupo-Moting. Lekker om zo in te vallen. Ja, het zal een beetje balen zijn voor Robert Lewandowski. Ja, want uiteraard wil hij deze goal maken. Maar het is vooral Musiala die hier onmiddellijk. Nee, het is Kimmich die goed Alaba aanspeelt. Onmiddellijk weer diep. Heel veel ruimte wel tussen de centrale verdedigers en goed afgemaakt. Lekker om zo in te vallen. Sergej, goed meegegeven. Correa, maar dan een overtredingje. Pavard, professioneel. Andreas Pereira, en daar is de goal. Kijk eens aan. Parolo. 2-1. Zo is dat professionele foutje van Pavard toch afgestraft. Nee, het is Andreas Pereira. De goede voorzet. Een heel vreemde actie daar van Martinez, die zich gewoon inhoudt. Het is Parolo die de bal door de benen van Nübel kopt. Nee.
En Pereira nu met de corner. Weer goed gekopt. Ja, dit keer Acerbi. Centrale verdediger. Laat het toch nog een beetje hun tanden zien. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors.